Afgelopen zaterdag vond de eerste editie van het Dudok Festival plaats. Op 3 vooraf geheimgehouden locaties werden voorstellingen gegeven. Onder meer het oude Afro-gebouw en Museum Hilversum waren het toneel voor deze voorstellingen. Geloof ze niet, de dichters, als ze dichten. Dat de zon niet schijnt. Want de zon die schijnt altijd. Het is alleen dat die soms verdwijnt. Achter de wolken. Na het einde van elke voorstelling verplaatst het publiek zich naar de volgende voorstelling op de volgende geheime locatie. Vandaag was de dag van de techniek voor de leerlingen van de Van Hasseltschool en de Bavinkschool. Dit om het vak wetenschap en techniek te promoten en op die manier kinderen warm te maken om later een technische studie en beroep te kiezen. André Kuipers kwam de leerlingen een zet in de goede richting geven. Er zijn heel veel mensen nodig in de techniek. En het is heel leuk, het is spannend, het zijn allemaal nieuwe dingen. Als je de wereld beter wil maken en schoner wil maken, heb je ook heel veel techniek nodig voor duurzaamheid. Dus allemaal nieuwe dingen verzinnen. En daar zijn jullie goed in. Kinderen hebben allerlei briljante nieuwe ideeën. En daarom is het zo belangrijk dat je al heel jong dat je begint. En dat je in de klas allerlei dingen met techniek gaat doen. Het begint al bij jullie. Ja, ik vond het een hele leuke dag en ik wist helemaal niet dat het zo leuk zou worden. Wat vond je zo leuk vandaag? Nou, er was een hele grote soort iglo in de gymzaal en daar mocht je in en er zat een hele grote tv en dat was heel erg cool. Het blijkt uit onderzoek dat als je kinderen zo rond hun 7e al op een leuke manier in aanraking brengt met techniek, dat ze dan daardoor gegrepen worden en dan heb je ze gewonnen. En dus de kritieke fase ligt juist in het primair onderwijs. Heel fijn, stop, daar kan een explosie van komen. Jongens en meisjes, hij gaat me helpen. Jij mag ook een lezen. Jij mag zo met op de pomp duwen en dan komt er stof uit en dan kunnen jullie zien wat er gebeurt als er een stofexplosie komt. 1, 2, doe het maar. Hey. Ruim gerust je kamer wat vaker op, hè? De gemeentes uit het Gooi-Vechtstreek hebben op donderdag 19 juni de energiebesparingsbeurs gehouden bij het mbo-college De Sportpark. Op de beurs gaven studenten adviezen over hoe je kunt besparen op energie in je eigen huis. Van woningisolatie tot zonnepanelen. Bij nieuwe woningen heb je hier eigenlijk je spouw zitten, een luchtspouw. En met 2 stenen. Het nadeel is van deze constructie is, als er water van buitenaf komt, kan het hier doorheen lopen. Dat hebben wij opgevangen door hier zo een luchtspouw te maken, door die latten. Dan doen we isolatie tussen. Om aan isolatiewaarde te komen, zodat je minder stroomverbruik hebt. Aan de andere kant hebben we ook weer een luchtspouw zitten. We hebben ook gekozen om het dak te isoleren. Om via het dak verliest het meeste warmte. We hebben 12 centimeter ter isolatie gedaan. Op het dak vastgemaakt en daar je dak weer overheen. En we hebben gekozen om hier je plafond ook te isoleren. Met rokwol, glaswol. Dat kan je er allemaal voor gebruiken. Hier is het dak en hier is het plafond. Dus boven het plafond. En dit is binnengeven. Ja. De spouwen hebben. Als je het goed aanbrengt allemaal, kan het een paar honderd euro per jaar kosten als je het zo doet. Dus een aanrader eigenlijk? Ja, het is zeker een aanrader, maar je moet er ook vanuit gaan. Het kost wel echt wel, dit is duur spul om te kunnen kopen. Dus het kost ook wel echt wel een paar honderd euro. Dus dat wel denk ik 7 jaar voor je het er helemaal uit hebt. Maar ja, dan gaat het alleen maar geld opleveren eigenlijk. Nou, en dan kunt u ook nog de ventilatie wat aanpassen. Want als je zelf benieuwd bent of het handig is om zonnepanelen te nemen, kun je de zonneatlas raadplegen. Deze werkt sinds kort namelijk ook voor Hilversum. Dat is een instrument wat te bereiken is via de website www.energiebesparengnv.nl. Nou, en op die website kunt u uw eigen adres intikken en dan kunnen de mensen zien of hun dak geschikt is om zonne-energie toe te passen. En dan kunnen ze zelf berekeningen maken en hebben ze in ieder geval een uitgangspunt. Nou ja, om de stap naar een van de bedrijven te maken die dat voor hun zou kunnen uitvoeren.
Aanstaande woensdag organiseert Jim van Koten een nieuwe editie van Plug and Play. Maar wat is Plug and Play nou eigenlijk? Plug and Play bestaat al best een tijdje. Ik heb het sinds kort opgepakt. Het is in feite een evenement voor jonge bandjes uit de regio Hilversum. Dus dat wil zeggen Bussum, maar ook bijvoorbeeld Baarn of Amersfoort. Wij geven eigenlijk hun de kans om op ons podium te spelen. Dus wat wij doen, wij hebben een selectieprocedure. En daar komen 3 bandjes uit, die kunnen 20 minuten spelen op ons podium. Voor aanstaande woensdag is natuurlijk al de selectieprocedure geweest. Wat kan je vertellen over de bands die gaan optreden woensdag? Ja, de bands die komen spelen zijn Mirabeau. Dat is, je kan het een beetje omschrijven als dansbare pop met een beetje electro-invloeden als het ware. Dan hebben we nog Matching Socks, dat is een Hilversums formatie. Die spelen philo, covers en ook eigen werk. Dus een beetje singer-songwriter-stijl met een contrabas erbij en een elektrische gitaar, akoestische gitaar. Echt superleuk. En dan hebben we de laatste band One Without Glasses. Dat is een rockformatie, ook uit de regio Hilversum. Dit zijn vooral echt rocknummers die ze spelen. Dit is het podium. Het podium waar de bandjes gaan spelen. Het is nu helemaal leeg. Het is eigenlijk een andere opstelling neergezet nu. Maar op de avond zelf staat een hele backline. Dat wil zeggen een drumstel, 2 gitaarversterkers en een basversterker. En daarom kunnen de bandjes dus spelen. Dus letterlijk het plug-and-play element. Mm-hmm. En het is natuurlijk allemaal mooi verlicht en zo. Dus het is heel anders dan dat het nu uitziet. Maar hier is waar het gaat plaatsvinden. En zijn er nog kaarten te krijgen? Het is helemaal gratis. Dus iedereen is welkom.